Dit is best wel fucking spannend. Nee, ik heb nu de eerste filterkamer gehad. Netjes. Ik ben nu bij geen idee welke het is. De derde of de vierde? Is dat de ene dat je die boekenkast moet omgooien in het begin? Ja, dat ben ik. Dat is de moeilijkste toch wel. Oh, moeilijk. Doe dat langs. Ah, kut, muis, hoeren, scheid, banaan. Ah. Als die muis nou eens fucking meewerkt, dan zou dat fijn zijn. Oké. Huh, was daar? Dat viel er wel zo mooi, zeg. Sorry. Ik moest even een boekje laten. Oh, Daniel, hoe kun je daar boven gaan? Wat? Oh shit, ik weet niet waar veel er nu is, dus... Oh, laat maar. Ik zei, oh shit, daar heb ik een pak. Oh nee. Als je je pakt, heb je daar geen last meer van. Daniel, ik zou je gewoon laten pakken als ik jou was. Kijk, hij had van achteren. Ook. En van voren. Van achter, van links naar rechts, van voor, van achter, van links naar rechts. Dat is best pijnlijk eigenlijk, een plasser in je plassersteen. Ga nu rennen. Misschien, hij gaat waarschijnlijk achter me aan. I don't give a fuck. Daniel, ik had wel verwacht dat je mee zou zingen met I don't give a fuck. Oh, dat is best een leuk liedje. Had je dat andere liedje gezien dat ik je ook gelinkt had? Nee. Van Walking with my teddies of zoiets? Nee, niet gezien. Keihard episch, dat moet je echt luisteren. Heb ik eigenlijk zo'n John Joyce staan? Ken ik er wel, ik ken alles van John Joyce. Is van die dikke. Is van die dikzak, die dikke neger. Staat die bij jou, Daniel? Keislaag. Kut! God voor de shit. Fuck! Heeft die je? Ik zat achter zo'n pilaar. En godverdomme. Heb je die derde room al gehaald? Die ene met de boekenkast? Dus die moet je nu opnieuw doen. Ja. Dan sta ik voor. Ze hebben niet ingehaald, hè. Ja. Kutmuis, die werkt gewoon godverdomme niet, hè. Die kutmuis achter zijn pilaar, dat werkt gewoon voor mij niet. The world can't see who could not give a fuck the most. I wouldn't win because I don't give a fuck about winning, yo. Yo. Because I don't give a fuck. Wait, what? I don't... That bad way. Oeh, dat was dichtbij. Ik dacht dat hij maar had. Oeh. Waar ben je nu? Bij heb je die tweede? Kut. Ik ren. Nee, Phil rent achter me aan. Oh, ik heb je die tweede al geopend of niet? Wat? Heb je die tweede deur al geopend? Ik heb de deur geopend, die ene met alle Amora. En daar heb ik die Flipendo switch gedaan. Welke tweede deur? Er zijn twee deuren die je moet doen. Ik heb nu die Flipendo daarboven gedaan. Oké, dus er zitten twee heel dicht bij elkaar, ja. Echt op de 3 seconden of zo. Loop jij voor nog dan? Jij loopt voor. Ik heb nu net die switch gedaan en nu zit die voor die deur. Dus, ja, daar heb ik ook. Ik heb nu de deur geopend met de Alimora. Mm-hmm. En dan rent hij de kamer in, sukkel wat het is. Fuck. Ik heb wel weer even lekker ingehaald. Ik zit nu in die. Ik heb nu de tweede switch gedaan. Ja, ik nog niet. Ik wacht even tot Phil nog een klein beetje verder weg is. Wat ik doe is ik ren. Ik zorg dat hij weg is. En dan ren ik naar de deur toe, doe ik alle omhoren en dan ren ik erin. Dan ren je erin. Oh, slim. Moet je nog terugrennen of niet? Wat? Oh shit. Maar wat is dit? Ik zie niet. En dat is het. Ik heb die switch. Oh ja, dan moet ik daarheen zeker. Wat moet ik nu doen? Naar boven. Nog een keer naar boven, toch? Ja, helemaal naar boven. Heb je die ook al gedaan, die switch? Daar ben ik nu bijna. Dus we zitten echt gewoon neus aan neus. Ik heb die switch nu, die boven. Nu gaat die kamer open. Ik ook, bij mij ook. We zitten echt op de seconde tegelijk. Ja. Als het zo blijft, dan gaat het zo hard episch worden. Ja. Keihard episch. En nou ook? En van plasser in plasser ook, hè. Oh, dan moet ik weer terug. Ja, best wel pijnlijk. Als je nu ook afgaat, dan moet je ook genaaien, want je moet die hele kamer weer opnieuw doen. Precies. Dus ik ben op zich wel blij dat het dan bij die tweede was gebeurd. Dus niet helemaal wanneer ik klaar was. Ja, inderdaad. Dit is echt een kutstuk ook. Dit was het stuk waarop ik als kind nooit verder kwam, omdat ik altijd dood ging. Ik vond Phil echt verschrikkelijk eng. Ik scheet hem echt gewoon keihard in mijn broek. Dat ken ik, in dat gevoel ken ik. Maar jij was ik toen al 2 jaar ouder dan ik, sowieso. Het hoeft niet pas. Heb je meteen gekocht toen hij meteen uit was? Nee, ik heb 3 gekocht toen hij meteen uit was voor 60 euro en ik ben trots. 60 euro? Ja, bij de Mediamarkt. 60 euro voor Harry Potter 3. Voor de PC of voor de GameCube? Wat? Voor de PC of de GameCube? PC. Ik heb ze volgens mij eens een keer allemaal in zo'n box gekocht. Dat de 1, 2 en 3 in één box zitten. Maar ik had het daarvoor een keer bij iemand anders gespeeld. Ja. Dus... Ik was nu op die lichtjes aan het gaan. Ik weet niet waar jij bent. Ja, ik ben ook op de lichtjes. Fuck, we zitten echt... Nu het spekkie met zwarte stippen. Oh, zwarte stippen. Met zwarte streepjes. Zwarte streepjes. Oh joh, maakt het uit hè, vandaag de dag.
Hetzelfde. Ik ga nu naar beneden springen om een tweede Lumos te doen. Nee, dat, ik zie nu een filmpje van die Nintendo Switch. Godverdomme, we zitten echt op een seconde gelijk. Dit gaat zo meteen dat een van ons twee gepakt worden door Velden en dan wat dan in. Volgens mij nu niet meer. Nu is die in die tweede kamer. Ja, maar zo meteen komt Velden alweer terug. Ja, maar komt er safe state. Dus. Klopt. Oeh, dit is echt fucking spannend. Inderdaad. Oeh. Maar nu, dat vind ik altijd wat chill. Als ik nu verlies vind ik het niet eens erg meer, maar we tenminste een heel epische race hebben. Dit is een super goede race. Ik heb het niet gezien. Ik ben alleen aan het spelen, dus Hey. Behalve ze het liegen, dan is hij nu opeens eigenlijk gewoon nog goed. Nu poepen mensen echt in hun broek voor de volgende park, zeg maar. Want wie gaat ervoor staan? Wie staat ervoor? Het is wel de bedoeling dat we echt geheimhouding hebben, hè? Dus we gaan echt niet zeggen wie van ons twee wint, zeg maar, totdat het online staat. Niet zoals bij de Sol. Wat bedoel je? Die ene. Maar dat... Oh ja, dat komt waarschijnlijk wel eerder online, maar ja, niemand kijkt die zelffilmpjes van Daniel toch, dus maakt niet uit. Daarom. Kut, ik viel naar beneden, man. Echt wel, hoor. Echt waar, godverdomme. Nu sta jij voor. Of niet? Ik viel ook naar beneden! Lol. Bij de laatste stukje zeker? Bij die allerbovenste? Ja. What the fuck? Viel je weer? Wat? Ja. Hij pakte niet vast. Ja, dat had ik dus ook. Het is ook de tweede keer dat hij niet vastpakt. Wat is dit voor magie? Ik heb de game gisteren nog gespeeld, dus... Nee, eerder niet gisteren, vorig weekend. Dus. Nou, dude, oh, bij mij ook weer! What the fuck? Ik snap niet waar ik heen moet gaan nu. What the fuck moet ik doen? Ik weet het niet meer. Ja, ik was helemaal de klus kwijt. Ik ben echt... Volgens mij moeten we daarheen, maar... Wat? Pakt hij bij jou nu wel vast of niet? We gaan even checken. Wat is dit voor Magnus? Ik wel. Ah, eindelijk. Fucking eindelijk. Met de blauwe smekje bedoel je? Nee. Ik ben nu pas bij dat Lumos ding. Ik fucking 25 keer naar beneden ben gevallen. Oké. Nee, ben ik bij de Anamora deur naar de volgende kamer. Dan ben je nu heel veilig. God. Jee, ik loop voor. Woehoe! Verzonnen. Oh, we zijn hier alweer. Ik ben alweer bij die toren. Yep. Daar kan je best veel als je geluk hebt, kan je daar best veel tijd in inhalen. Je valt er niet echt zoveel te doen, je moet alleen eventjes een vaas kapot maken. Ja, maar als filter snel is, soms niet moeilijk, soms doet hij niet moeilijk. Oké, dat zegt me niet zo heel veel namelijk. Maar dat klopt wel, altijd. Anamora! Ik ben nu boven in ieder geval. Kut man, nu zit ik wel achter. Wat moet je ook weer doen hier? Naar boven gaan. Ik weet het alweer, je moet hier de flippendo doen. En dan gaat de brug draaien en dan gaat Velder overheen rennen en dan gaat hij op de wacht staan. Hey Velder. Wel bij Velder? Hij gaat nu zeker omhoog via die Lumos dingen. Ik ben daar nu helemaal boven. Ja, ik weet niet waar... Oh, dan moet ik kijken. Ik sta misschien max 10 seconden voor. What the fuck is die flippendo's? Oh. Ik vind het wel knap dat wij... Eerst stond ik voor, toen stond jij voor. En nu heb ik je erin gehaald. Shit. Oh lol, ik had hem vast. Nee. Daniel. Nee, fuck. Ik had zo'n vaas gebroken al voordat dat filmpje kwam dat Foppen die vaas breekt. Ik weet niet of het nu in de problemen zit. Yep, ik moet weer helemaal naar boven klimmen. Ik werd gepakt van achteren. Als ik nou even stilsta in een hoekje, dan pakt hij me niet. Maar ik moet toch nog verkracht, dus jij gaat winnen, Rick. Gefeliciteerd. Nee joh jong, we moeten nog helemaal de terugweg doen van Velder, denk. Ja, en dan nog de derde gang en zo. Dus misschien was ik gelukkig. Ik wist niet meer dat ik naar die ruimte moest van Velder om dat ding te flippen en doen. Nee. Oh ja, dus wat deed jij? Jij ging gewoon opzij lopen. Ja, en nu ben ik weer. Godverdomme man, nu ben ik weer. Ik ben nu met Percy. Ja, je bent nu echt een goede 2 minuten voor. Nee toch? Jawel, ik moet weer naar boven klimmen. Vind je die Lumos dingen bedoel je? Ja. Wauw. Dat is pittig awesome. God, hoe ben jij nou al dood gegaan dan? 2 keer zeker? Of 3 keer? Ja, ik ben gepakt, ik ben niet echt doodgegaan. Ja, maar dat telt als doodgaan in principe. 3 keer dan. Die kutvulder. Altijd die fucking kutvulder. Dit is wel jammer dat geluid niet hebben aanstaan, want dat is juist... Huh? Wat is dat? Indringers! Oké. Hebben we die ook? Hoppakee. En je moet nog naar boven gaan. Kutzooi. Serieus, nog steeds? Ik ben nu bij Velder, ja, die me van Noordkruis 10 recruit. Maar als Velder me nu nog een keer pakt, moet ik weer naar boven gaan klimmen, dus...
Denk je dat ik blind ben? Niemand kan niet horen vanavond. Waarom niet vanavond, waarom wel een andere avond? Ja, of in de middag. Een beetje weer. Maar goed, geen probleem hoor. Hij vult die. Rustig ben je nou, Daan en Rick. Goed zo. Waar ben jij nu? Dat vulde weer weglopen vanaf de brug, als de brug komt van de toren. Oké. Is het een lang filmpje? Nee. Redelijk kort, heet het. Nou, we zullen zien, hè. We zullen zien. Hier was een stuk dat ik een video had opgenomen van mijn tweede kanaal. Dat ging rennen. Ik dacht eigenlijk dat dat een livestream was, en dat leek een beetje op wat je toen livestreamen. Oké, ik ga nu naar boven. Er stond namelijk... Daniel, er stond in één keer een fan aan mijn deur. Met shit, zo van, hé Rick. Ik heb een uur gefietst om naar je huis te komen. En daarna laat ik je even binnen, weet je. En dan mag jij zien hoe mijn video's opnam. Dus ik zag gewoon Harry Potter op, van waar ik was in de livestream. Wow, en toen heb je hem keihard in de anus genaaid. Ja. Oh. Of was het een zij? Dat zijn eigenlijk de fangirls, hè. Die komen dan even binnen en dan krijgen ze weer een toertje. Maar niet uit of ze nou 5 zijn, of dat ze nou 35 zijn, hè. Voor jou maakt dat niet zoveel. Weet je? Toch? Dat weet ik nog in die soft video van jou. Zei iemand zo van, oh, meen je dat nou serieus? En toen had jij iets gezegd van, kleine kinderen molesteren. Of ze zei iemand, meen je dat nou echt? Ik ja, zo, oh. Tuurlijk. Ja, graag. Ken je nog iemand? Kat, wat is die filter aan het doen hier? Gezellig rompenstompen. Ga dan nou heen, Vilder. Heb je nu dat Vilder net mevrouw Norks vindt? Nee, die flikker gaat terug naar een... die wil niet... Over de brug, bedoel je? Ja, ik moet zelf... Volgens mij wachten dat Vilder aan de andere kant van de brug is. Ik heb mezelf na 2 keer verneukt weer. Want ik schiet die ding kapot en dat moet blijkbaar niet. Of zoiets. Kom op, Vilder. Wat ben je aan het doen, jongen? Wie heeft geen idee wat ik moet doen, dus dat is kut. That sucks. Oké, nu heeft hij inderdaad de notes gewonnen. Ik had gewoon moeten wachten, nu heb ik weer 5 seconden van nu. Kut. Heb je nu weer gedaan dan? Ik zit nu bij Voldemort. Oh, oké. Okay. Seems legit. Gaan door de map vallen en in één keer bij de room van Voldemort komen. Zit je 5 minuten? Kut. Oh, ik zit nu bij Voldemort, ik heb het wel uitgespeeld, weet je wel. Ik vind het echt iets voor een van ons twee om heel erg voor te staan aan de verliezen van Voldemort. Gewoon 3 keer achter elkaar dat de ander dan wint. Dat zie ik mij in ieder geval en jou zie ik ons gewoon doen. Dat gaat gewoon allebei, gebeuren. Dat we allebei gewoon een uur lang met Voldemort bezig zijn. Dat is echt de meest epische finale ooit. Dat zou het wel spannend maken. Sudden death. Duh. Waar ben je nu eigenlijk? Haast het over Henk. Die gaan me rond bij. Holy shit, ben je daar al? Ja joh. Oh, ik zit even mijn microfoon te kietelen met mijn kin. Ja, met je kin? Mijn kinderen. Met je kinhaar en met je kinschaamhaar. Heb je daar wat tegen dan? Nee. Of vind je dat racistisch, Daniel? Ik vroeg me alleen af, joh man. Oh, oké. Ik heb no homo. 94 smaakjes, gek. Ja, maar ben je boos of zo, Daniel? Hoeveel heb jij er dan? 98. Oh! Wow. Wie is er nou de noob? Wie is er nou de noob? Van Norks is trouwens gewoon weg, hou zit daar te groot. Netjes. Deze sprong zie je trouwens echt niet wat je aan het doen bent. Normaal ga ik zo, ik weet niet of dit kan. Checken. Ik zit volgens mij een halve minuut tot een minuut achter jou. Ik heb zelfs een jump gedaan waardoor ik gewoon een paar seconden heb afgesneden. Dankjewel. 100 smackies. Zieke shit jongen. Hacker cheat, trainer user. Hacker tool. Hacker tool. What the fuck moet ik nou heen gaan? Oh, ik ben nu bij de spiegel van Neregep. Neregep? Ja, en heb je die kamer dat je die 4 mechanium leviosa blokken moeten doen? Die zegt kut. Nee, kut. Nee. Die stem. Nee. Oh, Henky. Kom op, Henky. Oeh. Nee. Ik heb trouwens nooit getest of ik jouw audio wil opnemen, dus ik hoop dat ik dat goed heb gedaan. Want ik had het eerst uitgezet en ik hoop dat ik weer heb aangezet. Ah, dat zou kut zijn als het niet zo is, hè. Niks aan te doen. Maar dan gooi je gewoon... Jij neemt toch ook op zonder gamegeluid? Zonder gamegeluid, ja. Dus dan zit jouw stem er toch gewoon bij? Als ik het opnemen ben, wel. Nou, dan is het in principe alsnog geen probleem, dus. Stel je voor als we allebei niet opnemen waren. Oh, dat zou kut zijn. Als jij alleen niet opneemt, kan tenminste jou heel erg de schuld geven. Precies. Heb je liggen. Dus ik moet... Jij bent... Godverdomme, jij bent echt fucking ver nu.